Dag lieve mensen en welkom terug in Planet Zoo. Vandaag gaan we weer verder met het avondpark en het was alweer zo'n tijd geleden dat ik dit heb gespeeld. Dat ik dacht, ik wil wel even een rondje lopen, dus dat gaan we doen. We gaan eerst even kijken bij de Amour Panthers. Ik heb daar ook een zwarte van. Daar springt hij net weg. En dat was de allereerste habitat die we hebben gebouwd, was wel cool. Ik dacht, ik doe gewoon even zo... Oh, mag ik hier langs? Hallo? Ik mag niet verder lopen. Oké, nou dan ga ik wel terug. Op de een of andere manier mag ik daar niet verder. Ik denk dat het pad te steil is. Ik ben lui, dus ik ga er maar onderlangs. Even kijken. Is er ook een zwarte? Ja, kijk, die is hier aan het tukken. Kijk, we kunnen gewoon instappen ook, hè. Kijk nou. Ben jij knap? Dus, ja, zoals ik zei, hè. Het is een tijdje geleden. Er komt... Nogmaals, omdat ik een zoon heb gekregen. Maar ik vind het wel, ik wil wel weer steeds wat meer gaan opstarten nu. Dus je kan verwachten dat de komende tijd wel iets meer video's gaan komen. Maar ik dacht, nou, dan doen we in ieder geval even een rondje. Kijk, baby Das. Hallo. Hey, moeder Das. Zo schattig, hè? En vandaag gaan we ook weer verder bouwen natuurlijk. Dat doen we elke aflevering. Is vandaag geen uitzondering. Het ziet er lekker spooky uit wel. Bedankt jongens allemaal voor de leuke reacties en de felicitaties en zo. Dat wilde ik eerst nog even zeggen, want dat is echt heel leuk. Dat jullie zo met me meeleven en dat jullie het ook oké vinden als ik even ietsjes minder upload. Dat vind ik ook wel fijn. Voel ik wat minder druk. Ik weet niet naar welke dieren ik hier aan het kijken ben, maar ik denk misschien zien jullie ze ondertussen. Ja, daar. Die is wel zichtbaar op zich. De slang. Ik ben een beetje aan het twijfelen eigenlijk over welke dieren we nu gaan toevoegen. We hebben natuurlijk... deze is kapot. Kan die gemaakt worden? Voor de fik erin gaat. We hebben natuurlijk deze wolvengrot en zo gemaakt. De vorige keer hebben we dan de manenwolf toegevoegd. Moet je nou eens kijken. Ze liggen allemaal te slapen. Oh, dat is wel echt leuk, hè? Dat je ze zo heel dichtbij kunt zien. Kleine baby. En de hele roedel ligt te tukken, volgens mij. Is er nog iemand wakker? Nee, is niemand wakker, volgens mij. Nou, lekker toch? Lekker slapen, hoor. En hier was het laatste verblijf, de manenwolf. Hier kon ik niet heel veel mee, omdat ze niet zo heel veel bedekking en zo willen. We hebben wel dit grotje gemaakt. Kijk, daar is die. Ik kan even de lamp aanzetten. Sorry. Knapperd. Ze zijn wel echt mooi. Mooie dieren. En er was iemand die zei... er waren verschillende reacties waar ik nog even op wilde terugkomen. Er was iemand die zei, en ik weet niet of dat het waar is... Maar die zei, je hebt nu je dierentuin maar 2 uurtjes open... is het niet zo dat je dan ook minder geld krijgt? Volgens mij is dat niet zo. Maar hoe dan ook, ik kan het park helemaal niet van 10 tot bijvoorbeeld 5 uur 's nachts open doen. Want ik kan dat dingetje daar helemaal niet naar verschuiven. Dus ik denk dat dat gewoon niet mogelijk is. Dat zei iemand. En iemand zei ook, kun je niet bouwen in het licht? Maar ik denk ik vind het juist wel leuk aan dit park dat we echt in het donker bouwen. Want je ziet het park toch alleen maar in het donker. Dus ik denk dat ik gewoon bij dit plan blijf. Ik had het idee om in ieder geval nog wolven toe te voegen hier. Misschien de Arctische wolf dan. Volgens mij is dat de laatste soort die we nog moeten toevoegen. Maar ik wilde vandaag eigenlijk even wat anders doen. Want ik dacht, we hebben nu 2 keer wolven achter elkaar gedaan. Misschien kunnen we even iets anders gaan aanpakken. Ik zie dat er faciliteiten uitvallen. Misschien moet ik nog wat monteurs aannemen of even upgraden. Ik leen nog wel even een extra monteur aan, want... Die ene meneer die houdt het niet echt bij, denk ik. En die moet ook af en toe pauze houden, hè. Dus dat moet ook nog natuurlijk. Maar goed, ik dacht even een ander dier een keer. En misschien is het wel leuk, want we hebben natuurlijk een nieuw tropisch pak. Of in ieder geval, natuurlijk. Ja, die hebben we nu. Daar zaten wel wat dieren in. En ik dacht misschien is het leuk om gewoon eens weer eens een heel ander soort dier te pakken. Uit die pack misschien. De vossen hadden we bijvoorbeeld. Even kijken, wat hadden we nog meer? Even kijken of dat ik het zo zie. De Indische varaan. Die zijn op zich ook wel eng. De kapucijnluiaard. Die is ook nieuw. Gordeldieren hadden we al, hè. Even kijken. De penseelzwijn is ook nieuw. Nou goed, zo hebben we er een aantal. Siamang ook nog. En ik dacht misschien is het wel leuk om gewoon een paar... wat enger uitziende dieren te doen. Dus misschien is het wel leuk om een verblijf te maken voor het penseelzwijn. Ook gewoon omdat ik eigenlijk nooit zulke soort dieren toevoeg. Maar kijk, als je toch dit tegenkomt in een bos, dan is dat toch vrij spannend, zou ik zeggen. Dus we gaan het penseelzwijn toevoegen. Daar ben ik al over uit.
Dus zijn er genoeg in het wild. Ze zijn niet bezorgd om ze. En het perceelzwijn is een klein lid van de varkensfamilie. Dus het zijn kleine varkens. Dat voorkomt in en nabij de rivieren, meren en moerassen van West- en Midden-Afrika. Het dier heeft een opvallend rode vacht over zijn hele lichaam. En het gezicht, de poten, de staart en de oren zijn zwart. Bovenop de oren zit een zwarte pluim. Over de rug loopt een pluizige witte streep haar. Hun gelaatstrekken zijn omkranst door een dunne streep wit haar. Nou, dat zie je hier ook, hè. Dus al met al zien ze er gewoon creepy uit. En passen ze prima in een avondpark. Afrika dus, leven ze. Ze hebben niet heel veel land nodig, dus we kunnen een klein habitat maken. We hoeven ook niet zo'n hoog hek eromheen. 1,25 hoog, dat is prima. En ze kunnen in best wel grote groepen leven. En ze kunnen ook best wel met veel dieren samenleven. Dus het is misschien wel leuk om later, niet nu direct, nog wat dieren eraan toe te voegen. Ik vind eigenlijk al die dieren waarmee ze samen kunnen leven niet echt spannende dieren. Dus daar moeten we later nog even naar kijken. Maar voor nu, het perceelzwijn dus. Dat zijn de dieren die we gaan toevoegen. Ik zat eraan te denken om dan hier zo'n beetje te gaan uitbreiden. Kijk, we willen uiteindelijk een beetje hier naartoe werken. Hier komen nog wolven, maar ik wil die paden een beetje naar elkaar krijgen. Dus ik dacht, laten we dan gewoon hier beginnen met uitbreiden. De breedte... Hebben we 10 meter gebruikt? Ik denk het wel, hè? Nou ja, goed. We gaan gewoon met 10 meter werken. Zoiets. En ik dacht, we hebben hier de vorige keer hebben we hier zo die winkeltjes toegevoegd. Maar we hebben helemaal nog geen restaurant of iets. Dus misschien is dat ook nog wel handig. En ik dacht ineens, zit ik nu opeens te bedenken. Kunnen er eigenlijk mensen in het verblijf? Nee, die vallen ze aan. Oké, dan doen we dat maar niet. We kunnen wel even denken hoor, wat we dan gaan doen. Misschien is het leuk om iets van een wat ondiepe kuil te maken of zo voor ze. Dus ga ik even duwen. Ja... Op zich is dit prima. Niet te diep. Is niet nodig. Want we willen ze nog wel kunnen zien natuurlijk. En dan ga ik dat even egaliseren zo. Tot een mooie rand hier. En ik dacht, misschien kunnen dan mensen gewoon een beetje laag eroverheen wandelen. Denk ik wel leuk. En dan richting de wolf hier. Zo. Ik weet niet, 300 vierkante meter. Ik vind dat altijd heel lastig inschatten. Maar ik denk zoiets dat wel prima is. Moet ik ook nog even bedenken hoe ik dit dan precies ga vormgeven. Maar voor nu denk ik in ieder geval dat ik iets van een bruggetje eroverheen wil. Doen we gewoon van hout. Misschien 5 meter of zo. Kan dat? Iets omhoog dan. Zo. Zoiets. Zo, hebben we een brug. Daar kunnen die mensen dan overheen. En dan, ik kan op zich wel de pad vast aanleggen. Waarom ook niet. Zo, dit pad. 10 metertjes. Zo. Even denken, want ik wil eigenlijk niet gelijk aansluiten aan het hoofdpad. Misschien dat ik hem iets langer maak nog, dat gebiedje. We kunnen ook best wel wat meer dieren toevoegen, dus laat ik gewoon ze lekker de ruimte geven dan. Ook omdat we misschien later natuurlijk nog meer dieren eraan gaan toevoegen, bedenk ik me nu ineens. Zo. Hop. Nog even weg. Trein. Plat maken. Ja jongens, er zijn... Nou goed, ik maak natuurlijk minder video's. En ik had jullie de vorige keer gevraagd... of in ieder geval op de community tab heb ik jullie gevraagd van... Wat zouden jullie nou leuk vinden? Vinden jullie nog leuk om andere dierengames te zien? Of om ander soort dierenvideo's te zien bijvoorbeeld? Want ik wil iets meer gaan focussen dus op dieren. Zeg maar dat daar het kanaal gewoon over gaat, laat ik het zo zeggen. Ik wil dit even een beetje naar binnen, want anders dan... Krijgen we daar weer last van? Zo. Dus ja, ik had dat aan jullie gevraagd. En er waren best leuke reacties op. Jullie vonden het wel leuk om andere dierengames te zien. Ik zat bijvoorbeeld te denken, en daar mogen jullie natuurlijk altijd weer wat over zeggen, om Jurassic World Evolution 2 te spelen met dinosaurussen. Het zijn natuurlijk dieren die uitgestorven zijn. Leek me op zich wel leuk. Is ook een beetje vergelijkbaar met de parkbouwen en zo. En zo zat ik ook nog bijvoorbeeld te denken aan Wolf Quest. Dat is een game waar je echt als wolf speelt. Even een omheining maken. Waar je echt als wolf speelt en waar je dus een hele wolvenfamilie moet bouwen, zeg maar, van begin af aan. Dat is meer een simulatiegame. Maar mag ik hier geen hekje bouwen? Ik ga wel even zo doen. Dat is een simulatiegame, dat leek me nog wel vet. En zo hebben we ook nog bijvoorbeeld Animal Shelter Simulator. Dat je echt een dierenasiel maakt. Zulke soort games. Zat ik aan te denken. Ik ben benieuwd of dat jullie nog leuke ideeën hebben voor andere games.
En dus wel games die iets met dieren te maken hebben. Dat vind ik wel het leukste. Want dan blijven we een beetje in het thema. Ik wil me ook gewoon even wat meer gaan inzetten voor dierenwelzijn en zo. En ik denk van, nou, weet je, ik heb dit kanaal. Waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou ik daar niet gewoon ietsjes meer aandacht aan kunnen besteden? En misschien kunnen we zo met het kanaal wel wat bijdragen ook. Wat dierenwelzijn. Dat lijkt me best wel een mooi doel. Een nobel streven, zoals ze dat noemen. Dus, nou goed, dat is een beetje mijn plan. Dus denk vooral mee, vind ik leuk. Even kijken, mag ik hier een deur toevoegen die gewoon de goede kant op kijkt? Nee dus. Nee. Oké, ik ga wel even dit een beetje verplaatsen, want hij vindt het niet heel leuk. Oh, misschien moet ik... ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat ik dit even wat moet egaliseren. Ja, ik vond het iets minder groot in ieder geval. Kijk, ik dacht, als ik nou dit een beetje gelijk trek... Mag dat? Ik moet denk ik eerst weer even het hek weghalen. Ik ben een beetje aan het klooien. Excuses, dat doe ik al vaker. Ik maak het even iets langer recht, zeg maar. Want dan kan ik iets beter die deur erin plaatsen straks. Want de game vindt het nooit leuk als je de deur zeg maar te dicht bij een afgrond neerzet. Ik denk dat dat het probleem was. Kijk of ik hem nu wel in mag zetten dan. Ja hoor. Zo, doe maar daar. Zo, ze kunnen er hier wel gewoon uitwandelen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus even kijken. Ik denk dat ik dan... Het is sowieso wel handig om de mensen niet erin te laten vallen. Dus... Laat ik dan... Werkt dit? Zo, mag ik hier dan hout van maken alstublieft? Nee? Staat ook weer te dicht bij de rand waarschijnlijk. Nou, ik kloot hier nog even verder. Ik wil dit in ieder geval hout maken, zodat mensen er niet zomaar invallen. Ja, misschien hier ook wel. Dus ik maak even die omheining goed. Anders dan zitten jullie eeuwen te kijken naar hoe ik daarmee aan het klooien. Dus best wel terug. Nou, ik heb er maar gewoon een hele omheining omheen gezet. Alleen hier bij het bruggetje dus niet, zodat mensen daar gewoon overheen kunnen stappen. Maar dan kunnen mensen ze ook nog zeg maar vanaf het hoofdpad wel zien. Nou, dat verspreidt zich vanzelf wel. Er zijn ineens heel veel problemen. Allerlei faciliteiten die uitvallen. Mensen, monteurs, doe eens even je werk. AUB. Oh, die is alleen maar met monteuronderzoek bezig. Nou, weet je wat? Stop daar lekker mee. Want doe maar gewoon je werk. Even kijken, ik kan volgens mij ook zeggen wat ze mogen doen, toch? Even zien. Kijk hier. Monteuronderzoek. Doe dat maar niet. Nou, dat kan eentje nog wel doen. Maar die, nou goed, dat staat nu ook niet ingesteld. Maar ik heb ze even nodig gewoon, dat ze gewoon hun normale werk doen. De bosschorpioen is flink onderzocht. Dan ga ik nu even de manenwolf doen. En ik, volgens mij, heb ik überhaupt al verrijkings... Waar ben ik? Ik was even... waar ben ik? Ik ben even de weg kwijt. Oh ja, hier. Even kijken of dat we wel alle verrijkingsitems hebben toegevoegd. Want volgens mij, kijk, heb ik helemaal niet gedaan. Ah, jongens. Even wat speeltjes erin. Anders zijn ze helemaal niet gelukkig. Ah, hier heb ik dat wel gedaan. Oké, ik heb niet helemaal iedereen laten verslonzen hier. Zo, en deze ook. Kijk, hier kan ook nog wat bij. Zo, nou, iedereen weer blij. Dus, we waren hier bezig. Dit wordt dus het gebiedje voor de penseelzwijnen. Ja, ik denk zo, als je hier zo een beetje overheen loopt en naar beneden kijkt en je ziet ze lopen. Ik denk dat best wel leuk is. En dan kunnen we ook nog meer dieren toevoegen. Daarom heb ik ook die omheining eromheen gezet, zeg maar. Als we dan dieren willen toevoegen die wel gewoon eruit kunnen springen of klimmen, dan kunnen we met die omheining nog gewoon het laten werken, zeg maar. Dat was een beetje het idee. Nou, dan gaan we maar eens naar dierenhandel. We kunnen dus best wel veel. En ik denk dat ik er ook gewoon best wel veel ga kopen als ze een beetje betaalbaar zijn. Even kijken. Laten we ze gewoon op aantrekkingskracht selecteren. Goed vruchtbaar wel deze. Ik wil eigenlijk wel gewoon goede genen. Als het even kan. Dit is een gouden. Zo, die is ook gewoon 6000. Dat is wel echt veel te duur. Volgens mij klopt zo'n prijs niet helemaal. Nou, weet je, dan koop ik gewoon dit vrouwtje. Volgens mij moet ik niet zoveel eisen stellen, want... Ik heb het gevoel, zo te zien, zijn er gewoon niet zo heel veel. Dus ik doe 3 vrouwtjes en dan wil ik wel graag 1 goed mannetje als die er is. Want dat wordt toch de vader van iedereen. Deze is niet zo vruchtbaar. Nou, dit zijn niet echt fantastische mannen hoor. 5000, ik vind dat zoveel. Deze is op zich oké, maar niet zo vruchtbaar. Nou, we gaan het gewoon proberen. Kijken of dat hem lukt om kleintjes te maken. Die stuur ik eerst even naar quarantaine. Zodat ze niet elkaar ziek maken.
En dan kunnen ze zo meteen het verblijf in. Ze komen dus uit Afrika. Ik zit te denken, misschien dat ik... Ik kan in ieder geval vast eventjes wat heuveltjes wat ruwer maken hier. Ik vind dat platte, dat is nooit zo echt mijn ding. Ze komen dus uit Afrika. Maar ik denk wel ook uit Afrikaanse gebieden waar water... Ja, het zijn natuurlijk tropische dieren. Dus ik neem aan dat ze ook wel van water houden. Dus kijk, zoiets. Dat vind ik altijd cool. Die ruw maken. Even kijken. Dit gereedschap. Je maakt dan van die bergjes. Gewoon random. En vervolgens kun je daar de water in gooien. En dat ziet er altijd wel gewoon mooi uit dan. Kijk, dan is het gelijk heel natuurlijk. Ik ben benieuwd of dat ze kunnen zwemmen ook. Hoe groot is dit gebied? Nog even checken. 1860 vierkante meter. Nou, dat is ook wel voldoende lijkt me. En ik zit ook te denken gelijk. Het is nu natuurlijk best wel een afstand steeds. Misschien moeten we nog even een verzorgersverblijfje neerzetten. Want anders moet de hele tijd iedereen zo ver rennen. Of hebben we hier dat gedaan? Nee, dat hebben we hier ook niet gedaan. Nou, dan ga ik die hier zo om het hoekje neerzetten. Personeelsfaciliteit. Want dat verzorgersverblijf, daar halen dus de verzorgers het eten voor de dieren. Dus dan hoeven ze niet zo akke eind te lopen steeds. Kijken, hebben we ook... het thema... Schemer? Oh, ja, oké. Okay. Die hebben we. Dit huisje, is dat een schemerhuisje? Nou ja, weet je. Prima. Dan doen we die. Zo. Hopla. En dan, nou ja, goed. Hier gaan we het nog wel mooier maken. Dus dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik denk ook niet dat ze nu negatieve impact hebben, toch? Nee, dat haalt het pad niet. Oké, eten, drinken hier. Nou goed. Dan denk ik dat de penseelzwijnen wel zo'n beetje... Waar zijn? Oh, dan moet ik natuurlijk naar quarantaineverblijf. Waar is die? Oh, dit heb ik ook nog steeds niet mooi gemaakt. Het is niet echt... ik vergeet dat steeds. Excuse. Maar goed, het is niet anders. Ik vind het ook... Ik vind het altijd best wel irritant. Want kijk, ik heb het nu allemaal zo een beetje weggestopt. En als ik dat nu allemaal weer ga veranderen... Dan moet ik dat weer helemaal opnieuw zo netjes neerzetten. Daar hou ik niet van. Dus misschien moeten we er gewoon niet meer naar kijken. Doe gewoon alsof het er niet meer is. Heb ik... Ik heb weer een... Ik dacht dat er stond dat ik nog iets heb. Nou, ik heb geen... kijk, hij zegt hier een cadeautje, maar ik heb helemaal niks. Dat is niet leuk. Zeg ik even gedag tegen jou. Dan krijg ik weer wat van die conservation credits, van die natuurbehoudkredietpunten. En ik moet ook nog even checken of dat het water wel goed zit. Niet dus. En stroom? Ook niet. Oké, okay, nou dan ga ik hier ook nog eventjes... even kijken. Faciliteiten. Ook nog even water en stroom neerzetten. Dus een Afrikaans elektra- en waterhuisje. Nou, dan zetten we die toch hierachter. Dan heb ik gelijk wat minder werk eraan. Oh, ik ben zo lui, hè. Even kijken. Zo, dit pad. Het staat in de lucht, dit ding. Dat is niet de bedoeling. Even opnieuw. Hé, hey, ik hoor penseelzwijnen arriveren, volgens mij. Even kijken, zo een beetje in de grond. Waarom maakt hij dat terrein niet plat? Misschien... Kijk, wat zijn Afrikaans? Misschien moet ik het gewoon, even kijken... Toch wat meer bij de perceelzwijnen zetten. Dan maakt het ook eigenlijk helemaal niet uit. Zo. En dan... Gaan we die zo meteen wel een beetje verstoppen achter... Waarom zijn die paden zo lelijk? Nou ja, we doen het er maar mee. Die stoppen we zo meteen wel eventjes. Ik denk niet dat die negatieve impact hebben, toch? Of redden ze dat wel? Nee, die komt niet bij het pad. Stop. Dan wil ik dit nog. Is dit een... Ja, dat moet nog zulke paden worden. De penseelzwijnen zijn er. Dat is niet makkelijk om te... dat is niet makkelijk om te zeggen. Die zijn er. Dus we hebben er 4. Kijk, ze zijn ook gewoon goed zichtbaar zo naar beneden. Kijk, ze houden van zwemmen. Oh. Appa. Lekker hoor. Nou goed. Mensen die zijn al, die zijn ze al gelijk aan het bekijken. Die faciliteiten, dat komt allemaal goed nu. Laten we het gewoon even fijn voor ze maken. Het is weer rommelig vandaag. Ik weet niet of dat jullie dat ook voelen, maar ik vind het rommelig. Aarde hebben we nodig. Nou, dat is wel leuk zo een beetje om dit watertje heen. Lekker veel aarde. Ze houden van heel veel aarde trouwens. Dan doen we gewoon nog meer. Eigenlijk mag gewoon het hele gebied aarde zijn wat hun betreft.
Nou, ik denk, ja, zo is hun terrein al prima. Ze hebben meer dan genoeg begaanbare landzone, dus dat is toch fijn voor ze. Omgeving, kijk, ze houden niet van deze bomen. Daar was ik al een beetje bang voor. En daar zijn er maar liefst 7 van. Dus misschien moet ik even zo die allemaal selecteren. Kijken of dat een beetje lukt. Er staan er 7 in hun gebied. Waarom mag ik tegen? Oh, die zijn al geselecteerd. Dus ik dacht, misschien zoiets doen. Ik hoop dat dat voldoende is. Want anders dan hebben we wel een probleem met de wolven. Even kijken. Is het zo beter? Oh, nog 1. Alleen deze staat er nog in. Die ook wat naar binnen. Zo. Dan moet het wel goed zijn, denk ik. Ja, nu staan ze niet meer in. Ze houden wel van wat meer bedekking. Nou, dat is logisch. Afrikaanse dieren zijn het. Tropische dieren. Dus we gaan lekker tropisch het aankleden ook. Even zien hoor. Kijk, kapokbomen. Dat is... Ik vind kapokbomen altijd in zo'n gebied, zeg maar, waar mensen dwars doorheen lopen. Vind ik kapokbomen altijd wel heel vet. Want dan, ja, weet niet. Heb je toch echt het gevoel dat je door zo'n tropisch oerwoud heen loopt. Over zo'n bruggetje heen. Dus die wil ik er in ieder geval in. Dan, dat zorgt ook gelijk voor ontzettend veel bedekking. Ik denk dat ik wat meer met stenen ook in dit verblijf wil doen. Want ik vind zoals die randen vind ik niet echt mooi. Dus ik denk eigenlijk dat ik gewoon iets van een mooie stenen rand ga maken hier. Nou ja, mooi hè. Dat moeten we nog maar gaan zien. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Zo. En ik wil eigenlijk die automatische draaiing even aan hebben. Willekeurige draaiing bedoel ik. En hij is niet recht op dit moment. Dus dat wil ik ook. Ja, zo. Dan is het... Kijk, dan kan je het hier zo meer in de habitat wat meer platter laten zijn. Zo, maak een mooie rand. We hebben echt meer dan genoeg ruimte. Dus voor hun... voor de varkens zelf is dit ook best. Voor de zwijnen. Even dupliceren. Zo. En zo. En dan dacht ik, als ik nu gewoon... dit randje zo helemaal selecteer. Dit erbij. Zo. En dan dupliceer. Dan gewoon zo over die hele rand dit een beetje doortrek zo. Volgens mij ziet het er dan best wel cool uit. En zo meteen haal ik wel even die stenen die door het pad heen zitten weg. Maar op deze manier ziet het er gelijk wat tropischer uit, vind ik altijd. En wat natuurlijker, hè. Zo, dat doen we gewoon overal. Waar zit die deur? Daar. Gaan we vanaf hier weer verder. Die even de andere kant op. Wow, wow, wow. Er is iemand ontzettend aan het schreeuwen. Even kijken. Zo dan. En dan haal ik even al die stenen van de paden af. Nu is er wel een stuk meer bedekt, maar dat maakt voor die dieren denk ik niet uit. Want ze hadden zoveel ruimte voor zichzelf dat ze dit waarschijnlijk wel oké vinden. Oh, ze kunnen ook op die stenen. Dat is grappig. Kunnen jullie nu niet dan eruit? Ik had eigenlijk niet verwacht dat deze varkens daarop zouden kunnen klimmen. Ja, ze kunnen er dus wel uit. Zo. Zo. Ze kunnen er nog steeds uit. Ik had niet verwacht dat varkens in staat waren om zo goed op stenen te klimmen. Kunnen ze dus wel. Dan haal ik dit even allemaal weg. Zo. Hop. Kunnen nog steeds uit. Alleen hier. Kunnen ze er overheen springen. Zo. Ja, zo blijven ze erin. Maar dit is dus allemaal nog steeds begaanbaar gebied voor ze. Dat is best wel grappig. Had ik niet verwacht. Even zien. Zijn jullie nog wel gewoon tevreden met de ruimte en alles? Ja, begaanbaar terrein is nog steeds vergelijkbaar natuurlijk. Want ze kunnen gewoon op de stenen lopen. Ik wilde nog wel even wat meer bedekken eigenlijk. Vooral zo rondom die stenen. Anders ziet dat er niet echt heel natuurlijk uit. Ik vind dan altijd een beetje van die boompjes erin trekken. Dat vind ik dan wel mooi. Alsof de stenen een beetje overwoekerd zijn, zeg maar. Ik weet niet of dat dit helemaal de goede boom is om daarvoor te gebruiken. Misschien moet ik toch een van die kapokbomen weghalen. Deze.
Laat ik die staan. En dan, want dan kan ik eventjes ietsjes meer... Nou ja, mooie, zeg maar meer in de habitat mooi maken. Okay, misschien is dit een, die magovenbomen misschien wat beter. Kijk, want nu is er zo... Want die kapokbomen die bedekken zoveel van het terrein... dat je eigenlijk geen ruimte meer over hebt om nog meer planten te gebruiken. Zeker omdat deze dieren wel tropisch zijn... maar op zich niet heel veel begroeiing nodig hebben. Kan je het zo dan toch nog een beetje aankleden. Zo. En zelfs nog veel meer. Want ik wil eigenlijk ook nog wel in het midden en zo planten hebben. Deze vind ik ook altijd super mooi. Ik kan geen personeelsgebouw vinden met ruimte. Dat is voor het eerst. Dus ik moet nog even helpen onthouden dat ik nog even een personeelsgebouw toevoeg. Zo, dit vind ik altijd zulke prachtige planten, hè. Zoiets. Ja hoor. Oh, de olm. Is die... Zit die nou weer erin? Hoe kan dat nou ineens weer toegevoegd worden? Dat is toch heel vreemd? Komt dat omdat ze nu ineens hier weer bij kunnen of zo? Of wat is het idee? Ga ik ze weer wat opschuiven? Zo weer goed? Nou, er staan nog steeds twee in hun verblijf. Dat is dan maar zo. Kijk, zo ziet het er mooi tropisch uit. Ik ga natuurlijk nog wat lampen toevoegen ook. Maar voordat we dat doen... ondertussen gaat de tijd natuurlijk best wel verder. Denk ik dat we ook nog eventjes verrijkingsitems moeten toevoegen. Want anders, dan hebben ze straks gaan eten. En dan hebben we dat weer. We hebben al eens eerder een fout gemaakt door dat niet te doen. Oké, verrijkingsitem is bijvoorbeeld een fourageerkist. Vind ik altijd wel mooi. Daar gaan ze dan een beetje met hun neus in lopen vroeten en eten zoeken. Vind ik altijd wel... dat past wel bij varkens, hè. Heel natuurlijk gedrag voor ze natuurlijk. Een modderbad. Hoort ook bij varkens. Ik plaats ze gewoon zo'n beetje ertussenin. Dat vind ik altijd wel het mooist. Even kijken, want dan hebben we voerverrijking. Ik vind zo'n kleine ton nog wel leuk. Dan hebben we daarvoor wel, voldoende, lijkt me. Ja, dat is 100%. En dan ook nog wat speeltjes is wel leuk, zoals een windgong. Zet ik weer een beetje in de buurt van het pad, hè. Zodat mensen de dieren echt goed te zien krijgen. Zo. Nog een krabboom. Waarom ook niet? Een krabboompje erbij. Dan hebben we gelijk weer wat hogere... Ja, wat bomen, zeg maar. Zo is best wel leuk, toch? Dan moeten we alleen nog even wat... Of ja, wil ik in ieder geval nog even wat lampen toevoegen. En ik denk, ja, ik blijf de hele tijd met die schijnwerpers bezig. Maar ik vind dat gewoon super cool. Dus ik denk eigenlijk dat we dat gewoon blijven doen. Want ik vind dit gewoon de mooiste lampen eigenlijk. Moet ik wel even kijken hoe ik die precies ga neerzetten hier. Omdat natuurlijk mensen, ja, die kijken vanaf meerdere kanten. Dus je wil ze ook niet verblinden, hè? Oh, dit is misschien wel mooi. Zo, die hoek. En dan een beetje... Eigenlijk wil je niet dat hij gelijk ergens heel fel op schijnt, zeg maar. Maar wel dat hij een mooi gebiedje pakt. Zoiets. Misschien zo een beetje er onderdoor of zo. Oh, dat wilde ik niet doen. Oh, hij draait ook weer. Handig. Dat is zo gek dat die optie dan aan blijft staan. Oh, die vond ik eigenlijk best wel mooi. Oh, nou, dan is die weer weg. Kijk, hij zette net gewoon random een lamp zo neer. Dat vond ik eigenlijk best wel cool. Zo. Zoiets. Ah, zo kun je ze mooi zien, toch? Ik vind het wel leuk. Zo, dat je ze zo in het donker kunt bekijken. En mensen vinden het blijkbaar ook leuk, want er zijn er ontzettend veel al. Moeten we alleen nog even van die boksen neerzetten natuurlijk. Ik wil ook nog wel wat lampjes gewoon over het pad zelf. En we moeten natuurlijk ook nog wat educatie fixen. Zo, en ook nog prullenbakken. Voordat ik die weer vergeet en ze er weer één grote zwijnenstal van maken. En die grap was bedoeld. Zo. Nou, bankjes doen we daar niet, maar we kunnen wel zo hier zo aan deze rand nog wat bankjes doen. Waarom lopen jullie daar nou heen? Daar is niks.
Kijk nou, gelijk weer allemaal zooi gewoon. Omdat je twee tellen geen prullenbakken neerzet. Het is toch wat, hè? Hoppatee. En ik denk dat we dan misschien hier ook ergens een restaurant nog gaan maken. Ik had trouwens bedacht om hier wolf te doen, maar dat wordt dan meer hier. Of gewoon niet. We zien het wel. Ik had een heel leuk idee om al die wolf toe te voegen, maar ik zie nu dat ik eigenlijk bijna geen ruimte meer heb. Ik zit te denken, we kunnen op zich wel dit een beetje doortrekken trouwens. Om eventjes die huisjes een beetje te verbergen. Zo, dan doen we gewoon dit. Zoiets. We kunnen dan kan het personeel er zeg maar precies doorheen wandelen. En dan hebben de mensen er verder niet zoveel zicht op. Is dat mooi? Nou, mooi is anders. Maar het werkt. Laten we het daarop houden. Zo, doen we nog even zo. Oh, dan draait hij me ineens weer om. Oké. Okay. Plat. Die kant op. Soms is niet helemaal duidelijk welk rondje je nou precies moet aanklikken. Nou, zoiets. Is dat een beetje een grot zo? Misschien dat we die dan zo een beetje kunnen af laten lopen. Dat die daar stopt. Misschien is dat wel mooier. Even dupliceren. Even zo langzaamaan iets naar beneden trekken. Totdat die helemaal ophoudt. Kijk, dan is dit de opbouw van de grot. En dan daar loopt hij door. Tot aan daar. En dan is dit zeg maar een beetje het einde van de wolvengrot. Ziet er nog best wel cool uit. En hier heb je dan de perceelzwijnen. En daar gaan we dan misschien nog wel wat dieren toevoegen. Maar moet je kijken. Zulke engerts. Die zijn toch gewoon perfect in dit nachtpark. Of het avondpark. Ja, als je er zo creepy uitziet, dan moet je er zeker bij. Dus nou, daar zijn ze dan. En ja, de mensen vinden ze ook wel leuk. Ik kreeg nog een melding natuurlijk. Dus ik denk dat ik nog even een personeelsgebouw moet gaan toevoegen. Even zien, personeel. Personeelsgebouw. En dan wil ik, ja, maakt het uit. Nou ja, doe ik gewoon in het schemer thema wel. Misschien dat ik dit huisje eventjes wat kan verplaatsen nog. Het verzorgersverblijf. Zo, en dan een pad. Hoop ik dat dat pad ook daar eventjes langs kan. Zo. Nee dus. Oké, we zetten het gewoon allemaal nog even wat verder naar achter. Zo. Pad. Nog een pad. En dan gaan we hier zo. Oh. Waarom kan dat niet? Ik trek hem wel even hier vandaan dan. Soms dan wil iets niet, zeg maar, niet lukken. En als je dan vanaf de andere kant doet, dan kan het ineens wel. Kruisend terrein. Oké. Okay. Nou, dit is weer... ja, daar zijn we. Lekker geklooi. Maar we hebben het gehaald. En nou goed, dit is wel redelijk bedekt zo. Ben ik op zich oké mee. Nou jongens, weer wat toegevoegd. De dierentuin wordt echt wel groot. Volgens mij was dit aflevering 6. Ja. We zijn lekker bezig. En nou, dan gaan we in het vervolg, de volgende keer, ik denk maar die paden weer aan elkaar maken. Dan is dat weer rond. En dan gaan we even kijken waar we verder bouwen. Laat vooral in de reacties ook weer weten welk dier jullie graag toegevoegd wilden worden. Die perceelzwijnen, daar heeft letterlijk niemand naar gevraagd. Maar ik vond het leuk. Dus die heb ik nu toegevoegd. Maar laat vooral je mening weten en dan zie ik wel of dat ik er wat mee doe. Voor nu jongens, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Wees allemaal lief voor elkaar. Heb een hele fijne dag. Tot later. Doeg. Thank you.